Like deze video sneller dan dat ik in mijn handen klap. Yay! Applausje voor Bob! In dit spel moeten wij onze kracht trainen. Oh my gosh, dat ziet er zo cool uit. En als we dan genoeg kracht hebben, dan kunnen we het als het goed is opnemen tegen de eerste. Oh, dit ziet er zo cool uit. Oké, het is een soort van battle. Ondertussen kunnen we al deze dingen meenemen die op de grond liggen. En er zijn zoveel krachten. En hier kunnen we onze kliks upgraden. Dus nu krijgen we meer kracht per klik. En daarover gesproken. 3 keer zoveel kliks, dat is nice. Oké, moet je kijken. Elke keer dat we nu klikken, krijgen we er veel meer kracht bij. Oké, nog meer. Dit gaat helemaal de goede kant op. Want we hebben namelijk 1000 kracht nodig voor de volgende. We gaan het nog een keer opnemen tegen de noob. En die kunnen we waarschijnlijk verslaan. We halen deze potion erbij. En dan nog een aantal wins. Dan kunnen we namelijk ons allereerste ei openen. Nice, een kip. Oké, we openen nog een ei. Nog een kip. Ben jij team kip? Of ben jij team ei? Ik ben team kip. Moet je dat zien? We hebben 3 kippen. En we krijgen er nu zoveel kracht bij. We krijgen een nieuwe klik. En onze volgende power. Zo, deze is groen. En met zoveel extra power kunnen we nu het opnemen tegen de volgende dude. Die we al hebben. Oké, dan klikken we nog eventjes verder. Want we hebben nu ook genoeg om het op te nemen. Tegen dit meisje. En die hebben we ook. Wauw, dit gaat zo mega snel. We hebben weer een nieuwe klik. En we hebben weer een nieuwe klik. En moet je kijken. Onze volgende kracht is rood. En we hebben weer een nieuwe klik. Oké, dus hoe meer kracht we hebben, des te beter we worden. We hebben 50.000 kracht nodig voor de volgende. Wauw, check deze eieren. We kopen het zogenaamde lava-ei. Oké, wat zit daarin? En oh my gosh, we krijgen er nu zoveel extra kracht bij door deze pet. Elke keer dat we klikken, gaat het nog sneller. En we hebben zoveel power, nu zelfs de science. Zo, die is gaaf. Oké, dan is het nu tijd om het op te nemen tegen de sterkste. En volgens mij gaat dat echt in 3 seconden lukken. 3, 2... minder. Oké, volgende power. Daar hebben we 10 miljoen voor nodig. Oké, maar dat gaat denk ik wel goed komen. We hebben genoeg voor lime. Hoe ziet die eruit? Zo, dat is vet. Lijkt op een scheetje. Nee, Bob. En wat hebben we hier dan? Ah, de eieren. Oeh, wacht even. 3 keer zoveel kracht. Ja, natuurlijk. Wij willen de sterkste in dit spel worden. Oké, we gaan nu naar de nieuwe area. Hier gaan we het opnemen tegen andere spelers. En bij 70 miljoen krijgen we onze volgende kracht. De eerste speler is de nerd. Hé, ik heb ze ook niet zo genoemd. Dat heeft de maker van het spel gedaan. Wauw, je bent zo sterk dat bij de eerste zin je al iemand hebt ingemaakt. Oké, dit is weer de volgende tegenstander. Kan ik nog praten? Nou, dan klikken we er weer op verder. Zullen we anders gewoon gelijk naar de sterkste gaan? Dat is deze dude hier. Oh, wat? Er is gewoon een starter pack. Die had ik denk ik eerder moeten kopen. Want nu zijn we zo sterk. Ik denk dat dit binnen 1 seconde gaat lukken. Daar gaan we. 1... Heb je ooit iemand gezien die zo snel goed wordt in een spel? Je bedoelt vals speelt. Inderdaad, vals speelt in een spel. Oké, dan is het nu tijd voor weer de volgende area. Oh my gosh. Oké, ze gaan er wel steeds enger uitzien. Oeh, onze volgende power is roze. Zo, die is best wel vet hoor. En hoeveel kliks hebben we? Oh, we hebben de beste al. Daar hebben we de miner. En die kunnen wij als het goed is nu gewoon al verslaan. Jazeker. Wow, moet je kijken. De allerduurste pet in dit spel. Ik geloof bijna niet dat ik dit doe. Maar ik doe het toch. Oh my gosh, check dat. Zo, wat is dat? Oké, nu gaat het echt heel erg snel. We hebben weer een nieuwe kracht. Deze is paars. En we kunnen het opnemen tegen de volgende. Waarschijnlijk duurt het 3 seconden. 3, 2... 2 seconden. Willen jullie een deel 2? Reageer dan paars. In dit spel krijgen wij er elke seconde een ballon bij. En hoe meer ballonnen wij hebben, hoe hoger wij kunnen springen. Maar je kan er natuurlijk ook ballonnen bij halen. En dat ga jij doen. Jij kent me. Oké, kijk, hier kunnen we bijna naar boven. Perfect. Laten we beginnen met 2 keer zo snel ballonnen krijgen. Dus nu krijgen we 2 ballonnen per seconde in plaats van 1. Oké, kom op, hier naar boven. Waarschijnlijk gaat het nu wel lukken. Ja, nee. 3, 2, 1. Yes, we zijn boven. We kunnen er 100 ballonnen bij kopen voor 10 Robux. Dat is niet zoveel. En nu? Nu kunnen we al een stuk hoger springen. Dus wat moet er dan wel niet gebeuren als we er 1000 ballonnen bij halen? Oh, ik ben nu een beetje zenuwachtig. Oh my gosh. Nu is natuurlijk de truc dat we wel goed landen. En perfect, we hebben onze eerste win. Dat betekent deze nieuwe area met deze snoeptoren. Kunnen we daar... Oh, we zijn nu wel weer al onze ballonnen kwijt. Oké, dat is een soort van irritant. Maar omdat we er elke seconde een aantal bij krijgen... zou het niet te lang moeten duren voordat we hier weer aan de top staan. Kom op, kom op. Yes. Oké, weet je, ik geloof het bijna niet. Maar wat nou als ik 100.000 ballonnen erbij haal? Oh, ik durf niet eens te springen. Oh my gosh, wacht, dat meen je niet. We bereiken de bovenkant geen eens. Tenminste, wel als ik nog een keer spring. Maar dat het ons niet is gelukt in 1 sprong. Dat zegt dus hoe hoog deze torens worden. Oké, hier hebben we de lavatoren. Willen jullie dat we de volgende keer hier ook naar boven gaan? Reageer dan ja. En misschien haal ik dan wel 1 miljoen ballonnen. 1 miljoen ballonnen en een taco! Vooruit. Oh my gosh, dat zijn een hoop baconhairs. En dat is niet zo gek. Want in dit spel kunnen wij op een knop drukken om onszelf te klonen. Zoveel Dutchtubers. Dat betekent... zoveel stank! Kom op, Bob. Nou ja, Bob heeft wel een punt. Als ze allemaal tegelijk een scheetje laten, dan hebben we echt een probleem. Oké,
Ik heb geen idee hoeveel clones. Ah, 30. Ik kan er 30 in totaal hebben. En als wij springen, dan springen al onze clones ook. Dit is te grappig. Oké, we kunnen ze nu al een aanstukje groter maken. Oh my gosh. Moet je kijken. We zijn veel groter dan die speler. Oh, dit is heel irritant. Als wij meer clones erbij willen, dan moeten we daar zoals gewoonlijk Robux voor betalen. Oké, kijk. Nu kunnen we 50 clones in totaal spannen. Wacht, ik doe ze allemaal even weg. Want wat nou als ik ze gewoon span in één rechte lijn? Oh, die rij gaat helemaal tot en met daar verder. Oké, maar hier komt het. We hebben er nu 50. En let op als ik nu spring. Zo, dat is zo grappig. En als ik nu begin te lopen... Wat is de grootste clone? Oh, we kunnen onszelf ook sneller maken. Oké, dat is wel chill. Ah, kijk, dat werkt al veel beter. Oké, we lopen met z'n allen deze trap op. Want we gaan eens even kijken hoe loyaal onze clones zijn. Want stel voor wij als leider besluiten hier naar beneden te springen. Oh my gosh, de clones gaan mee! Het gaat gewoon clones regenen nu, hè? Moet je kijken. Er vallen allemaal clones uit de lucht. In dit spel ben ik niet degene die vliegt, maar is het... Oh my gosh... Deze Roblox-speler. We hebben een mega grote hand. En in dit spel moet je dus andere Roblox-spelers kablam laten vliegen. En ik ben het met je eens, dat klinkt gemeen. Maar ik doe het toch. Oeh, we hebben hier twee nieuwe handen. De mega-hand. Natuurlijk wil ik die. Wow, onze hand is super groot. Maar nu ben ik benieuwd. Kunnen we daarmee een speler verder laten vliegen? Oeh, het antwoord is ja. Oké, maar wacht even. Naast de mega-hand is er ook een admin-hand. Voor als je het nog niet weet, een Roblox-admin is een soort van... Oeh, die hand is groot. Is een soort van de baas in het spel. Hij kan alles, hij mag alles, hij doet alles. Dus dat zou waarschijnlijk ook betekenen dat wij nu... Ben ik de enige die wat meer had verwacht? Oké, wacht even. Twee keer zo sterk. En twee keer zo snel. En wacht eens even. Wat is dat? Een glimmend ei. Het glimt. Het is een ei. Ik moet het hebben. Oké, wat zit er in het glimmende ei? Bedenk een naam in de comments. Maar wacht even. Ik denk dat ik het al snap. We kunnen hier een grote noob kopen. Hé, we hebben een grote hand. Maar dat betekent dus dat als we nu een speler willen mappen... Maar wacht even... Dat is geen grote noob. Ah, wacht. We kunnen onze strength upgraden. Dus nu zijn we sterker. Oké, maar nu ben ik heel benieuwd. Zullen we het gewoon vanaf hier al doen? Ik denk het wel. Oh my gosh. Dude. Wat? Oké, dat is geniaal. Laten we er wat muntjes bij halen. Ik heb namelijk het idee dat hoe meer wij upgraden, hoe sterker wij dus worden, hoe verder wij een speler kunnen mappen. Oké, ik ben nu een beetje zenuwachtig, maar we gaan het maar gewoon proberen. Oké, dat... Ja, dat is wel beter. Maar nu ben ik ook heel benieuwd. Er zijn meer karakters die wij kunnen mappen. Zo hebben we de alien, de skeletnoob, de kipzombie, de Roblox guest. We hebben de kerstman. Die is extreem duur. Oké, en zo gaat het nog door naar een aantal anderen. We hebben hier zelfs een superrijke Roblox speler. Oh, die kunnen we bijna kopen. In ieder geval als ik mezelf even wat muntjes geef. Oké, laten we die kopen. Oh my gosh. We gaan zo meteen de rijkste Roblox speler op vakantie sturen. Oké, het is weer tijd voor zoveel mogelijk upgrades. 3, 2, 1... Oh, wauw. Maar wacht even. Op zich kun je dit dus gewoon heel snel doen de hele tijd achter elkaar, toch? Ik bedoel, denk erover na. Als je dit een minuutje doet, dan heb je superveel muntjes. En nogmaals, heel veel muntjes staat gelijk aan meer upgrades. Wacht even, is dat een eend? Maar natuurlijk wil ik een eend. Maar het is dus echt de bedoeling dat je zoveel mogelijk upgrade. En dat je daarna probeert om zelfs een eend zo ver mogelijk te mappen. Oh, dit spel slaat nergens op. Maar ik moet zeggen, ik vond het super grappig om gespeeld te hebben. In dit spel werkt het wat anders. We gaan namelijk letterlijk vliegen. Dus we hebben een soort van kip bij ons. En die helpt ons met vliegen. Oh, dat is leuk. Maar het kan natuurlijk vele malen beter. Dus ik ga gelijk al een beetje om me heen kijken. Wat zou ik kunnen halen om het beter te laten gaan? En wat zit hier dan in? Een mechanische draak. Dat vind ik wat epischer klinken. Oké, dus we hebben nu als het goed is een van de zeldzaamste... Wat is dat? Moet je dit zien? We zijn dus van het kleinste vogeltje in het spel naar waarschijnlijk de grootste gegaan. En dat gaan we denk ik nu ook merken wanneer we vliegen. Oh my gosh. Oké, dat is gaaf. Ik bedoel, kijk dan. Bedenk een naam voor hem. Het is dan misschien wel een robot, maar hij heeft geen gevoelens. Ik bedoel, het is een robot, maar toch. Maar kunnen we dan ook iets upgraden of zo? Er zijn hier nog meer pets. Maar je kunt dus niet upgraden. Ah, jawel. Dat zijn al die dingetjes die ik nu oppak. Die maken je beter. Dus als ik deze magneet koop, neem ik ze automatisch allemaal met me mee. En dat zou je moeten merken aan mijn snelheid. In de VIP. Oh, wat? We krijgen er ook een ei bij. Want als we in de VIP zitten, hebben we geen last van andere spelers. Oké, dus als het goed is, ik ben er klaar voor. De race is begonnen en wij gaan er snel achteraan. Oh my gosh. Oké, wij zijn by far. Tenminste, denk ik, de snelste van allemaal. Of ligt het aan mij? Nee, volgens mij niet. Oh jawel, we zijn eerste. Kijk die kip die bij ons is. Maar we hebben heel veel muntjes. Dus laten we weer een nieuw ei openen. Deze hier. Wat komt eruit? Wat zit erin? Het is... Wauw. Oké, we hebben nu heel erg veel vogels bij ons. Dus iets in mij zegt dat als we nu gaan vliegen...
dat we nog een heel stuk verder en harder gaan dan net. Dit is zo grappig. Er zijn inmiddels best wel veel games in Roblox die een beetje werken als dit. Waarbij je dus zo ver mogelijk naar voren moet springen, duiken. En ik vind het gewoon echt geniaal. Ik bedoel, kijk hoe mega snel we gaan. Er is volgens mij niemand die ons record tot nu toe heeft verbroken. Nieuw record. Abonneer voor meer en adios.